We staan hier bij de opening van het Paramedisch Centrum ParamediPlus en ook de Plus Kindercentrum. Morgen vindt de opening plaats voor de bezoekers. Vandaag doet Ella Vogelaar de officiële opening. We gaan even binnenkijken. Veel plezier. Beste gasten, mijn naam is Rick Zee en namens alle werkers van het Centrum heet ik u van harte welkom in onze prachtige nieuwe ruimte. En ik vind het fijn dat u zo in grote getale de reis hier naartoe heeft gemaakt. Ik sta hier namens een grote club mensen, echt een grote club. 50 mensen, meer dan 50 mensen in totaal. Ze zijn verspreid hier door de zaal en u kunt ze herkennen aan de badge. Dat betekent dat ze erbij horen. En u kunt ze ook herkennen aan de enorme glimlach die ze op hun gezicht hebben. Want ze zijn natuurlijk allemaal apen trots. Kijk, Daniela. Ja, wat een lach. Maar het kan ook zijn dat het een soort glimlach is van opluchting. Want we hebben natuurlijk met z'n allen, en Daniela ook, en iedereen eigenlijk, keihard gewerkt om het hier met z'n allen voor elkaar te krijgen. En dat is echt hartstikke fijn. We zijn apen trots. Vandaag zal ik u door het officiële gedeelte van het programma loodsen. Dat houden we expres een beetje kort. Ik denk dat iedereen er blij mee is. En wat er zal gebeuren zijn een aantal sprekers, die zal ik aankondigen. En aan het eind van die sprekers zal Ella Vogelaar officieel de praktijk gaan openen. Patrimonisch Woningstichting te Delfshaven, want daar zijn we ooit in 1914 begonnen. Vorig jaar hebben we op hele stille wijze ons 95 jaar bestaan gevierd. En we gaan nog de komende 4 jaar op naar het predicaat Koninklijke PBS. Is in 2007 als eigenaar van dit hele gebouw, dat werd opgeleverd, voor 108 koopappartementen, 36 of 32 huurappartementen en veel bedrijfsruimte. Op zoek gegaan naar partijen die passen bij de wijken, die passen bij de buurt en die ook, laat ik dat ook zeggen, passen bij onze identiteit als woningbouwcorporatie. En dat is dat je tegenwoordig, en in 1914 was dat iets anders, maar in essentie toch hetzelfde, niet alleen bent van het stenen stapelen, maar dat je ook zorgt voor zorg en welzijn in wijken en buurten waar dat nodig is, omdat dat alles met elkaar prettig wonen, prettig werken en ook prettig recreëren mogelijk maakt. Mensen, de GGD, eigenlijk niet zozeer als dienst, maar als gemeentelijke dienst, heeft een stuk gemeentebeleid en dat heeft traditioneel met gezondheid te maken. Maar inmiddels is het begrip gezondheid is al lang niet traditioneel meer. Gezondheid is veel meer dan alleen een ziekte of alleen een lichamelijk gebrek. Gezondheid is een samenstel van sociale factoren, economische factoren, die zich uiteindelijk ook fysiek en geestelijk kunnen tonen, maar die dus wel hele andere oorzaken kunnen hebben dan alleen het gezondheidsaspect. Juist het gemeentelijk beleid is erop gericht dat in al die wijken, waar dus zoveel verschillende nationaliteiten wonen, zoveel mensen geen werk meer hebben, zoveel mensen sociale en economische problemen hebben, variërend van schoolproblematiek, Tot problemen in het huisgezin zelf, problemen met wonen en al dat soort zaken meer. Dat we dus daar heel graag met onze gezondheidsinzet op willen aansluiten en verbindingen willen slaan. Ik wil iets vertellen over het kindercentrum. Naast dat we hier veel volwassenen behandelen in het ParaMediPlus, gaan we ook heel veel kinderen behandelen. En een veelgehoorde klacht van ouders met kinderen, waarbij sprake is van problematiek, is dat ze vaak stad en land af moeten voordat het probleem helder is en voordat er passende hulp gevonden is. Vandaar dat wij het kindercentrum Octopus hebben opgericht met de 4 kerndisciplines die we hier in huis hebben. Logopedie, diëtetiek, de kinderpsycholoog, sportpedagoog en fysiotherapie. Ik ben Richard Schoons, wethouder hier in de deelgemeente met voornamelijk jeugd. En ik ben blij dat dit centrum gerealiseerd is, omdat we heel erg inzetten om alle kinderen hier in Noord, we hebben het net al gerefereerd, voor velen is dat heel erg lastig, al hun talenten te laten gebruiken en iedereen een eerlijke kans geven om een toekomst te maken die ze zelf graag willen. Dat doen we op alle mogelijke manieren, maar als je niet gezond bent of als je een aantal dingen niet goed kan, dan belemmert dat heel erg. En dat kan in een heel vroeg stadium kinderen al weinig zelfvertrouwen meegeven wat zich later vertaalt in eigenlijk niet dat doen waar ze eigenlijk toe in staat zijn.
En zo'n gezondheidscentrum is daar heel erg belangrijk voor, ook voor hun ouders. Veel ouders vinden het moeilijk om de juiste weg te vinden. En hier zit alles bij elkaar en kunnen ouders en kinderen in één keer op alle vlakken geholpen worden. Het gaat om de kinderen en wij gaan dat kind vooruit helpen. Ja. De deelgemeente Noord en PWS, van harte proficiat met deze mijlpaal. Niet alleen woorden, maar ook iets stoffelijks. Nou, daar ben ik blij op. Dankjewel. Alsjeblieft. Iets voor de kinderen. Iets voor de kinderen. Ja. En wel uitpakken. Wel uitpakken. Ja. Reuze benieuwd. En dan moest ik er alvast van mensen bij zetten, dus dat graag in de buitenruimte zouden zien. Maar het is helemaal aan jullie. Verder is het aan jullie. Verder is het aan jullie. Nou, hier word ik bijna emotioneel van. We krijgen een cheque van 10.000 euro om de buitenruimte aan te kleden. Ja, ik kreeg inderdaad volgens mij een paar maanden geleden al een mailtje met het gaat echt gebeuren. En ik zei, was jij niet degene die toen aan mijn jasje trok? Ik kreeg meteen een mail terug en zei, ja, dat was ik inderdaad, dat moet je goed onthouden. Nou ja, dat zijn dan van die herinneringen van mensen die met iets bezig zijn, heel ontzettend gedreven zijn, iets tot stand willen brengen, en dan je daar even iets over vertellen en denkt van, het is hartstikke belangrijk dat dat gaat gebeuren, want dat vind ik echt ook. Iedereen klaar? Ja. En het was al zo'n feest. Ja. En dan? Ik zou horen van wie probeert het te proberen.